Goedemorgen, vandaag is het zondag en het is vandaag eerste kerstdag. Wat ik vandaag ga doen heb ik gisteren in de vlog verteld, maar ik ga het nu nog een keer vertellen. Ik ga namelijk Angela ophalen nu. En Angela is 16 jaar, ze heeft last van jeugdreuma. En zit dus soms door ziekte best wel vaak thuis. Soms gaat het dus goed, soms is ze mindere dagen. En vandaag ga ik met haar op stap. Ik ga lekker met haar lunchen en daarna gaan we naar een evenement in de arena. Dus ik heb er heel veel zin in en ik hoop dat ze het leuk vindt wat we gaan doen vandaag. Want volgens mij weet ze nog helemaal niks. En het is via de Wensstichting, dus ja, ik hoop dat ik haar blij kan maken vandaag. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik ga snel de auto in springen, want ik wil ook niet te laat komen. En dit is mijn outfit vandaag. Een trui van de Zara. Jas is van Moesvan.nl, tas Chanel, broek Zara, schoenen Louis Vuitton en mijn ontbijt. Yay! Party squad, DJ Morgan, really hit, bitch. Plakka, plakka, plakka. Die bitches komen plakka, plakka, plakka. Plakka, plakka. Ik ben aangekomen bij Angela en ik ga nu naar binnen. Ik ben best wel zenuwachtig eigenlijk. Straks, ja, ik weet niet. Het is namelijk een verrassing. Dus straks zit zij er niet op te wachten. Dat lijkt me zo awkward. Maar ik hoop dat het heel gezellig wordt gewoon vandaag. Oh, hallo. Ik ben Monica. Hoi. Hey. We gaan vandaag leuke dingen doen. Ja. Leuk. Wat zit je haar mooi zeg. Oh, dank je. Love it. Leuk. Hi. Hi, ik ben Wilma. Hoi, Monica. Nou, ik heb Angela opgehaald. En vertel. Mijn moeder heeft een wens gedaan voor mij. Er is een wens gedaan via de Wensstichting door jouw moeder. Ja. Ja, en die heeft dus gevraagd van, goh, zou je het leuk vinden om lekker gezellig met Angela te gaan lunchen? En we gaan vanmiddag ook nog naar een ijsding in de arena. Ja. En, want Angela heeft reuma en af en toe zit jij dagen thuis en soms gaat het beter en soms niet. Ja. Maar is het te genezen? Nee. Nee, dus je blijft dit voor altijd? Ja. En je bent ermee geboren ook? Of? Nee, ik heb het denk ik gekregen toen ik 4 was. Oh, oké. Okay. Ja. Oké, okay, ja. En toen, sindsdien heb je eigenlijk dat je af en toe gewoon je niet goed voelt. En... Ja. En vandaag gaat het goed? Ja, vandaag wel, ja. Ja? Gelukkig. Ja. Nou, gaan we er een leuke dag van maken. We gaan even lekker gezellig lunchen. Ik hoop dat alles wel open is, want het is natuurlijk eerste kerstdag. Ja. Maar dat gaan we even bekijken. Gelukkig hebben we een plekje. We zitten nu bij Nationaal. En het is heel kerstig hier. En ik wilde eigenlijk naar Palladium. Alleen het was vol. Of tenminste, het was leeg, want het was dicht trouwens. En nu zitten we lekker hier, dus dit is ook gezellig. Het is super warm hier trouwens. Wij hebben ons eten. Lekker kreeft en zalm en frietjes. Jee, eet smakelijk. Top, dankjewel. Alsjeblieft, eet smakelijk. Dankjewel. Wij zijn net klaar met eten en het was niet Nationaal, maar het was de Ron Gastrobar Paris. En heb jij lekker gegeten? Ja, heel lekker. Top, ik ook. We gaan nu snel naar de auto. We zijn een beetje uitgelopen namelijk. En we gaan nu naar het IJsbeeldenfestival in de Arena. Dus we lopen snel naar de auto, dan gaan we daarheen racen. En dan gaan we daar een leuke middag hebben. Ik ben benieuwd. Ik heb net even op internet gekeken en het zag er echt allemaal vet uit. Dus allemaal geïnspireerd op muziek en zo. Dus ik ben benieuwd. We lopen nu naar binnen bij het IJsbeeldenfestival. En het is niet in de arena, maar er tegenover. In een soort van opgezet dingetje. En ik ga natuurlijk alles filmen wat we binnen zien. We lopen nu dus binnen, maar het is hier min 10. En het is zo ontzettend koud. En ik heb me er helemaal niet op gekleed. En zij ook niet. Gewoon lekker vet, ja. Het is zo koud. Maar goed, het ziet er wel echt allemaal heel vet uit. Dus ik ga alles filmen. Oh, belachelijk koud.
weer thuis. Het was heel gezellig met Angela. Toen heb ik mijn broer opgehaald, maar die ligt nu te slapen. Ik vond het echt een hele leuke ochtend, zo zie ik eruit. Dit was de stichting die ervoor heeft gezorgd dat Angela en ik elkaar eigenlijk ontmoeten vandaag. De Wensstichting Op Pepper For All. En ik heb nog een heel mooi beeldje van hun gekregen als aandenken. Dus dat is heel erg lief. En nu ga ik mijn broer wakker maken. Dat vind ik namelijk wel zo gezellig. Eerst gaat mijn flamingootje aan. Hopla. Yay. Tijd om wakker te worden. Oh, maar ik ben zo moe. Oh, ik heb een spook. Oh, godverdomme. Dat is echt een vies geluid. Ik vind het zo moe. Nou, dan ga je slapen. Ga dood. Zo, ik ga vandaag eigenlijk voor de rest wasjes draaien en editen voor de vakantie. En vanavond ga ik samen met thuis eten bij Red. Heel lekker. En daar heb ik heel veel zin in. En s'avonds dus draaien daarna. Pas laat, vanaf 2 uur. Ja, dus ik ga even verder met wasjes draaien. Oh, wat ziet het wijfje eruit. Och. Je ziet er goed uit, hoor. Nou, god, ik kijk naar mezelf aan. Ik vind het allemaal meevallen. Ik heb vandaag de hele dag gewerkt. Als in dat ik dus op vakantie zo min mogelijk hoef te doen. Qua vlogs edit in ieder geval. Ja, ik zie je gewoon. Qua vlogs edit in ieder geval. Voor mijn boek moet ik wel heel veel doen. Maar ik hoop dat ik dat ook een beetje op de heenvlucht kan doen. En ik ga straks lekker eten. Want hij is bij Red. En daar heb ik heel veel zin in. Daar heb ik echt helemaal niet gegeten. En nu ga ik mezelf dus eventjes een opknapper geven. Dat kan ik wel gebruiken. En dan kunnen we lekker gaan eten. Ik heb fucking veel honger. Het is namelijk 7:45 al. Ik heb er een beetje kippen van. En we konden pas om 9 uur reserveren. Matthijs is dan ook echt zo'n idioot, zeg maar. Hij belde naar het restaurant een paar dagen terug. En dus hij belde van ja, want was ik veel te laat met kerst en bla bla bla. Van ja, kan ik reserveren? Dus die vrouw zegt ja, nee, sorry, is het te vroeg. Komt hij met een of ander zielig verhaal van je? Ja, maar hallo. Maar ik woon in Parijs en ik zie mijn zusje nooit en bla bla. Dus toen zei ze, oké, ja, is goed, dan kan het wel. Fucking raar. Maar het is dan wel 9 uur. Toen dacht ik, A, waarom heb je dan opeens wel plaats? En B, ik had ook laat. Ja, maar ja, gelukkig kunnen we er wel eten. Ik ga mezelf even een touch-up geven. God. En dan kunnen we vertrekken. Wat ga je aan doen? Gewoon een zwart shirt. Oh. En met een bepaalde mandy misschien. We gaan eerst nog naar huis en laat eten. Ah, oké. Kan ik dit dan niet aan? Nu? Of gewoon een. Ik doe gewoon een kopte aan die ik. Ja, wij maken het geen reden aan, maar ja. Wat ga jij aan doen? Een jurkje. Wat voor jurkje? Een zwart jurkje met een wit kraagje en overknee laarzen. Dat is een echte hoer. Oh. Nee. Oké, okay. Als er iemand in je hoer is, ben ik het wel. Oké, fijne kerst iedereen. Ik gebruik trouwens tegenwoordig altijd deze concealer van Urban Decay. Hoe spreek je het uit? Urban Decay of Urban Decay? I think Decay. Urban Decay. En het is een hele fijne concealer. I love him. Ik heb de laatste tijd gebruikt echt andere producten dan dat ik voorheen gebruikte. En ik heb nu echt een soort van combo die voor mij echt werkt. Als jullie daar benieuwd naar zijn, let me know. Dan kan ik er een keer een video over maken. Gewoon een soort van updated make-up routine. Is die make-up routine ook nog een keer ook van Urban Decay? Ja. En die gebruik ik nooit. Oké. Okay. Die heb ik een keer gekregen van thuis voor kerst. Oh ja, en mijn favoriete foundation. Ik heb er nu echt heel veel gebruikt. Van Milani, Estee Lauder. Echt deze heel lang geprobeerd. Maar dit is echt zo fijn. Ik hou normaal echt van hele dikke en dekkende foundations. Maar deze is heel waterig. Het is van Charlotte Tilbury. Hij is heel waterig, zeg maar. Dat zie je heel duidelijk. Ik moet deze morgen trouwens even opnieuw kopen voordat ik op vakantie ga. Maar hij dekt dus wel heel goed. En ik vind hem heel mooi. Dus dat is echt een hele fijne. En er zit een soort van sprankeltje in. Waardoor die een beetje reflecteert of zo. En een beetje een glowy effect geeft. En dat vind ik echt
very nice. Alleen die concealer daarvan van Charlotte Tilbury, die is echt vreselijk. Daar kon ik echt helemaal niks mee, maar die van Urban Decay is echt weer heel fijn daarentegen. Oké, laten we een beetje gaan afpoederen. Beetje wenkbrauw bijwerken. Zou ik nog even extra nepwimpers op doen? Er zitten dus hele gaten in nu. Morgenochtend ga ik die weer bijwerken. Dat ga ik nog even doen. Dit ziet er niet uit. Laten we even op zoek gaan. Ah, ik heb hier nog een aantal wimpertjes liggen die gebruik ik wel. Oké, ik zie jullie zo weer. Ik heb me klaargemaakt. Het lijkt nu echt alsof ik een beetje Turkije heb gepakt. En iets zonder gelegen. Ik heb veel te veel bronzer op mijn gezicht gestuwd. Ik heb een jurkje aan van de Zara met mijn overknees van Josh V. En deze jas van de River Island. So that's the outfit. En nu ga ik mijn tas pakken. En gaan we fucking snel richting Red. Want ik heb zo tering veel honger. Dat is echt unbelievable. Wij zijn lekker eten bij Red. En ons voorgerecht is lekker caviar. En als hoofdgerecht kreeft met tournedos. Heel lekker. Zin in. Zo, we hebben het gegeten. Het was super lekker. Ik heb in ieder geval echt lekker gegeten. Jij ook? Heerlijk. Echt heel heerlijk. Lekker. Dankjewel, man. Het was echt verrukkelijk. Verrukkelijk. En we gaan nu Mitchell en Gio ophalen. En dan gaan we naar de R. En dan moet ik eventjes draaien. En daarna wil ik slapen. Wat ben je aan het doen? We hebben net Gio met je opgehaald. En we gaan nu naar de R. Oh, ben je klaar? Ik heb mijn nagels lakken. Ja. Okay. Wij zijn weer uit de air. Het was hartstikke gezellig. Gio en Mitchell waren gezellig mee. En nu gaan we slapen. Dus het was echt een leuke avond. Ja, het was echt wel leuk. Ja. Het is nu 4:15, dus we gaan lekker slapen. Ik moet morgen super vroeg mijn wimpers laten doen. Dus ja, dat is wat een leuk. En daarna hebben we een kerstdiner bij onze mama. Gaan we lekker onze familie zien. Met de hele familie. Gezellig. Dus ja. Ik ga de vlog afsluiten. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En je te abonneren op mijn kanaal. Ik wil even kinderen meedoen. Als je dat nog niet gedaan hebt. En ik zie je graag morgen weer. Doei doeg!